Hi Sophie. Hey Sophie, who are we waiting for? Sinterklaas. Oh, who are we waiting for, Claire? Sinterklaas. Sinterklaas? Okay. And here's the Dutch flag. All right. Thank you. Yay! Kijk, we hebben een paarse Piet. Nogmaals welkom. Ik zou willen zeggen, gaat u zitten en gaan wij met het programma beginnen. Jongelui, kom al een beetje naar boven. Want als je vooraan zit, zit je ook vooraan van de pepernoten. Sinterklaas, ik hoop dat u reis heeft gehad en dat naar de grote feestelijkheden in Nederland, dat hier ook maar een heel mooi feest met u mag. Zo snel dat we moesten door een regenboog varen en als gevolg waren al onze pieten weer gekleurd dit jaar. Maar van binnen zijn ze nog een beetje zwart. Sophie. Dames en heren, wat ik al zei, het is bijzonder dat de consul er vandaag bij kan zijn. Hij kan ook niet heel lang bij ons zijn. Maar hij heeft mij gevraagd of één van de kinderen samen met de consul een liedje wil zingen. Ja, maar niet zomaar een liedje. Het gaat om Sigins komt de stoomboot. Wie kan dat zingen? Wie? Lucas. Kom hier. Lucas. En ik ga je even voorstellen. Kijk, dit is Hugo. Zeg eens hi Hugo. Dan ga je eens. Hij brengt ons Sint-Nicolaas. Ik zie hem al staan. Hoerenpol zijn paardje. Het is op en neer. Knecht staat te lachen en roept ons reeds toe. Die zoet is krijgt lekkers, die stout is beroep. O lieve Sint-Nicolaas, kom toch eens bij mij. En rijd al die stilletjes mijn huisje voorbij.